Oranje Movies. Jongen en gasten, het is weer donderdag en daarom is het tijd voor de... Deze Mario Break wil ik het met jullie gaan hebben over YouTubers. Ik weet nog wel in 2009 dat al mijn abonnees alleen op mij geabonneerd waren. Want er waren geen andere YouTubers om je op te abonneren. Tegenwoordig is dat wel anders, want er zijn duizenden miljoenen soorten YouTubers. En daarom ook vandaag een nieuwe verse 5. Met wel een hele speciale verse 5 soorten YouTubers. Nummer 5! Je hebt natuurlijk de meest recente hype der hypes en dat zijn de prankers. Prankers zijn van die mensen die de straat op gaan met een grapje. Die halen ze uit op mensen die ze niet kennen, die irriteren ze ermee en ze halen views en daarmee geld op YouTube door mensen te irriteren. Ruim een merendeel van de prankvideo's op YouTube is ongeïnspireerde, saaie, zoutloze bagger. Gepresenteerd door tieners die zichzelf net zo cool, dope en gek vinden als de prank die hun hebben verzonnen. Terwijl die prankers eigenlijk gewoon net zo saai, kut en zoutloos zijn als de prank die hun net hebben verzonnen. Hey mensen, YOLOPRANKS34 hier, vandaag met een gloednieuwe prank. Ik heb vandaag afgesproken met Frank van Marktplaats om een fiets te kopen, maar dat ga ik niet doen met echt geld. Ik ga dat doen met, ja, nepgeld. En Frank, die weet van niks. Laat de prank beginnen. Hey, Frank, van hey. Marktplaats? Ja, ja, hey, hi. Aangenaam, Bardo. Hi. Dit is de fiets waar je het over had. Ja, ja, dit is hem. Een mooi ding, man. Hoe duur was die? 80. 80. Voor jou, speciale prijs, 80. Kijk eens. Ja, ja, dankjewel. Dit is, maar dit is nepgeld. Nee, dat is echt geld. Nee. Ben je serieus? Dat is echt geld, dat is echt geld. Dit is nepgeld. Hey. Hé, hey, mijn camera! Ik kom weer terug! Mijn camera! Dit is een prank! Dit is een prank! Geef camera! Kutzooi! Hé! Hé! Ik bel de politie! Bel de politie! Nou, dat was de video voor vandaag. Gruwelijke prank, helemaal geslaagd. Bij 5000 likes ga ik een nieuwe camera kopen met het nepgeld. Ik wil een camera. Nummer 4! Ik kan nu met gemakzucht heel veel YouTube-soorten gaan vergeten, maar één soort mag ik echt niet vergeten. Namelijk de gamer. Gamers zijn razend populair op YouTube en in principe zou ik nog een top 5 gamers kunnen maken. Je hebt de horror-gamers, je hebt gamers die alleen maar Minecraft gaan doen en tegenwoordig zijn er zelfs hele FIFA-YouTubers. Maar mochten jullie ooit 5 soorten YouTube-gamers willen zien, geef dan een like en wie weet komt die ooit. Voor nu houden we het gewoon even bij de YouTube-gamer. Hey yo, welkom bij een nieuwe video van YOLOGAMING34. Ben je er klaar voor? Geef vast een dikke like en beginnen we met de video. Oh, en vandaag gaan we heel veel vette games doen. Happy Wheels. What the fuck, it is cool. Oh, en dan nu door met Minecraft. Ik heb dit spel eigenlijk nooit leuk gevonden, maar het scoort views, dus ik doe het. En ondanks dat ik dagelijks Minecraft upload, heb ik een hele volwassen doelgroep op YouTube, geloof me. En dan nu tijd voor Pokémon Go? Nee, natuurlijk niet. Alleen sukkels spelen Pokémon Go. Ik wou dat ik geld had. Of een leven. Of vrienden. Oh! En nu een nieuwe stoel. Oh, dit gebeurt mij dus ook altijd. Ik ben zo'n rare gamer. En morgen weer een nieuwe video waarin ik videospelletjes speel die je ook zelf thuis kan spelen. Maar dat doe je niet. Je kijkt naar hoe iemand anders een spel speelt wat jij kan spelen. Bij 5000 likes upload ik in deel 2. Nummer 3. Banjo Movies, het kanaal wat je nu bekijkt, viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. En in die 10 jaar was een van de allereerste YouTubers die ik tegenkwam, waren de muziek-YouTubers. Mannen en voornamelijk meisjes die op hun kamer zaten te zingen voor de camera. Iedereen wil beroemd worden. En mensen dachten dat ze beroemd konden worden door op hun kamer te gaan zitten en te zingen. Of niet, Esmee? Dus daarom heb ik vandaag ook een cover gemaakt op Justin Bieber. Hey, welkom bij deze speciale nieuwe video. Vandaag een cover op Justin Bieber en ik krijg hulp van Stefano. Ja, en bij deze cover heb je natuurlijk een paar dingen nodig. Voor een cover op Justin Bieber hebben we natuurlijk Justin Bieber nodig. Dus Stef, pak Justin Bieber er maar bij. Deze prachtige oude poster van Justin Bieber voldoet. Voor de cover heb je natuurlijk ook een cover nodig. Stef, pak de cover er maar bij. En tada, dit is de cover op Justin Bieber. En nu hebben we natuurlijk nog een beat nodig. Stef, pak de beatjes er maar bij. Ja jongens, zoals je kan zien, echte mooie rode beatjes. Die doen wij erbij in de cover op Justin Bieber. Het enige wat nu ontbreekt is de lyrics. En daarvoor hebben wij gekozen voor, pak het er maar bij Stef, de goede oude Bijbel. Ja, de Bijbel met rode beatjes. En dat is onze cover op Justin Bieber. Bedankt voor het kijken. Hoi hoi. Nummer 2.
dagelijkse vloggers. Mensen die met een camera op straat zichzelf gaan filmen en alles vastleggen wat er in hun leven gebeurt. Eigenlijk een soort Big Brother XXL. De meeste van de populaire dagelijkse vloggers zijn vrouwen. En heel vaak als ik een vlog kijk van een vrouw op YouTube heb ik medelijden met het vriendje van haar. Elke keer als een vriendje van een vlogger een leuk moment in zijn leven beleeft, komt er die camera zo recht in zijn gezicht. Snap je niet wat ik bedoel? Nou, kijk mee naar een dagelijkse vlogger. De dagelijkse vlog van Cynthia. Nou, lekker gewinkeld. Hey, kijk. Is mijn vriendje lekker aan het gamen? Hey. Kijk. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het gamen. Laat me nou. Nee. Ben je aan het winnen? Pas op. Ik heb door dat ik op moet passen. Nee, kijk uit. Rechts. Kutver. Wat nou? Ik was aan het winnen, hè. Kom jij met je... Oh. Is dit goed? Iedereen heeft een sudden death behalve ik. Nee, dat is niet goed. Heb je nu verloren? Een mannetje lekker de afwas aan het doen? Hé, ben je lekker aan het afwassen? Jij, laat mij de afwassen. Jij zou het vuilnis doen nu. Nee, dat zou jij ook doen. Jij zou het vuilnis doen. Ik doe de afwas, jij doet de vuilnis. Ik heb een vrije dag vandaag, jij doet het allebei. Rot op met je vloggen. Vader, doe het vuilnis naar beneden. Lul. Hey. Je bent echt een klootzak. Godverdomme, kom. Moet je kijken wat mijn liefje aan het doen is. Oh. Ben je porno aan het kijken? Hou je nog wel van me? Nee, hou je nog wel van me? Ik heb nu met het vloggen van je. Dat vloggen van je is genoeg dan nu, hè? Het is fucking klaar hiermee. Kutwijven. God. Nummer 1! Beautyblogger. Wat zij doen is producten ontvangen, bespreken en reviewen, zodat jij als meisje weet hoe je je make-up kan aanbrengen. Wat de media daar vervolgens mee doet, is dat allemaal pakken en zeggen dat het allemaal betaald is en dat alle beautybloggers commercieel zijn. Nu zullen er geheid beautybloggers zijn die best wel vaak betaald krijgen voor bepaalde merken. En het ergste is, ik snap de media dat het heel commercieel lijkt en ik snap de beautybloggers hoe kut dat voor hun moet zijn. Maar toch jongens, de beautyblogger. Hey hoi, welkom bij mijn nieuwe beauty video hier op Banjo Beauty 34. Banjo Beauty. Vandaag gaan we erachter komen welke producten echt banjolicious zijn. Maar eerst wil ik een vraag van jullie beantwoorden. Oh my god. Dat is de vraag, wat doe ik met mijn gezichtje als ik wakker word? Oh my god. In de ochtend ga ik naar de badkamer, doe ik mijn bed af en gooi ik gewoon even wat water in mijn gezicht. Vervolgens slik ik wat antidepressiva en doe ik mijn bed weer op zodat je niet kan zien dat mijn haar slecht zit. Oké, wat ik nu doe is doen alsof ik jullie vriend ben, zodat jullie alle producten gaan kopen die ik hier nu aan het bespreken ben. Zoals deze Dove handcreme. Dove. Oh, ik voel gewoon dat mijn hele huid wat strakker wordt. Oh, dit is niet Dove, dat is mijn vriendje. Gênant in mijn video. Jullie weten ook dat ik gisteren in Rotterdam was, dus tijd voor een shoplog. Oh, dit shirtje vind ik zo leuk met een kat die een burrito heet. My god, dit is zo modieus mooi M&M shirt. Super leuk. Ik was deze bijna vergeten. Kijk, deze dan. Nog een shirt. Oh my god. Ik was bijna vergeten dat ik ook wel boeken heb gekocht. Allereerst dit boek, Loverboy of Girl. En om te koken voor mijn liefje heb ik het Coca-Cola kookboek, want hij houdt van cola. En als laatste heb ik dit boek gekocht, want... En hier... beauty bloggers roken niet, nee. Laat maar. Oh, en nieuwe antidepressiva. Laten we één kleine lookbook doen om te kijken hoe het nieuwe shirtje mij staat. Dit is dus dat te gekke nieuwe M&M shirtje waar ik het over had. Alleen had ik nog niet door dat hem eigenlijk iets te klein was en ik mijn gulp nog open had. Maar jongens, wat ziet dit er toch te gek uit. Oh. Leuk. Dit was een hele grote rare video. Neem deze hele video niet te serieus. Geen haat naar andere YouTubers. Heel veel video's van andere YouTubers zijn lang nog niet zo slecht. Als je iets wil zien wat echt slecht is, kijk dan nu naar mijn haar. Geef een dikke like hier beneden op het duimpje omhoog te drukken. En abonneer ook vooral hier beneden op het abonneerknopje te drukken. En mocht je al geabonneerd zijn, ga dan vooral even naar beneden en klik even op het belletje. Zodat je altijd als allereerste de nieuwste Banjo Break in jouw subbox krijgt. Nogmaals, bedankt voor het liken en het abonneren hier beneden. En dan ga ik nu... Oh, moet je kijken, hij is weer weggevlogen. Kat hiermee, oké? Okay? Staat weer lekker te vloggen. Ben je een Banjo Break aan het opnemen? Oh, nee, schattig in dat kamertje van je. Met je gezicht. Je bent zo schattig als je moeder voor een beetje